Yo, welkom bij geld op geld op geld op geld op geld op geld. <laughs> ja, het is een feest op de beurs. Aandelen zijn flink gestegen. Sommige aandelen zijn echt naar all-time highs gestegen. Sommige indexen zijn zelfs naar all-time highs gestegen. En er is gewoon heel erg veel positiviteit. En dat komt vooral door gisteren. Gisteren kwam Jerome Paul, kwam de Fed met een nieuw rentebesluit en vooral verwachte renteverlagingen voor volgend jaar. Ja, en daar reageert de beurs heel erg goed op. Maar ook al zijn sommige aandelen echt flink gestegen. En ook al is er heel veel positiviteit nu. Er is één hele grote maar. Dus laten we even dieper op ingaan. Laten we eerst even beginnen met een overzicht van de SP 500 van vandaag. Vandaag over het algemeen groen, niet overal. Als we even naar gisteren gaan kijken. Ja, gisteren was heel erg groen, zeker voor sommige losse aandelen. Nou, als we even naar de indexen gaan kijken, de SP 500 vandaag zo'n 0,3% in de plus, kan natuurlijk nog gaandeweg veranderen. De Nasdaq 0,2% in de plus en de Dow Jones plus 0,1%. De S&P 500 zit nu echt een paar procent, 2% procent verwijderd van een all-time high. De Dow Jones, die zit nu letterlijk op een all-time high. Dow Jones jumps more than 100 points to fresh record as investors cheer more strong economic data, falling rates. Nou, de Dow Jones naar een nieuwe all-time high. De Nasdaq, die moet nog wat stijgen voor een all-time high, maar hoe dan ook er is gewoon heel erg veel positiviteit op de beurs. En dat komt dus vooral door gisteren. Gisteren kwam Jerome Paul met een nou, nieuw rentebesluit. Ze hebben rentes gelijk gehouden, wat eigenlijk nou, iedereen had verwacht. Niks bijzonders, maar hij was toch wat meer dovish dan verwacht. Hij is heel lang heel erg hawkish geweest. Hij is heel lang heel erg negatief geweest. Hij heeft het heel lang gehad over hele hoge rentes. En dat ze rentes constant maar wilden blijven verhogen. Druk op de economie. Druk op de uh, arbeidsmarkt en ga zo maar door. Maar nu was hij toch wat vriendelijker richting de economie en vooral vriendelijker richting aandelen. Want hij had het over renteverlagingen. Er worden nu drie renteverlagingen verwacht van 0,25%. Dus 0,75% in totaal. Ja, en daar reageerde de beurs gewoon heel erg goed op. Nou, laten we het allemaal even doornemen. Alles wat je moet weten van wat is besproken... Fed holds rates steady, dus die rente zijn gelijk gebleven op 5,25 tot 5,5 procent. Had dus iedereen verwacht, niks bijzonders. Maar in de case, 3 cuts coming in 2024. Ja, en dat is heel erg goed nieuws. Dit is ongeveer ook verwacht en ingeprijsd door de beurs. Maar nu dat de Fed dat zelf ook aangeeft, zijn ze voor het eerst wat positiever over die toekomstige renteverlagingen. Ja, en daar reageert de beurs gewoon heel erg goed op. Hier zien we dus nogmaals dat ze die rentes gelijk zullen blijven houden op 5,25 tot 5,5 procent. Nou, helemaal prima. Maar, along with the decision to stay on hold, committee members penciled in at least three rate cuts in 2024, assuming quarter percentage point increments. Dus drie keer een verlaging van 0,25 procent, dus in totaal 0,75 procent is less than what the market had been pricing, but more aggressive than what officials had previously indicated. Nou, en de Fed is, wat ik net al zei, over het algemeen heel erg negatief geweest. Negatief geweest over die renteverlaging. Dat ze heel erg agressief zijn. Dat ze nog heel lang die rente heel erg hoog zouden houden. Maar nu geven ze aan toch in 2024 waarschijnlijk drie keer te gaan verlagen met 0,25%. Ja, en dat zorgt er gewoon voor dat als die rents omlaag gaan, dat dat goed is voor aandelen. Vanwege verschillende redenen. Nou, hier zien we dus die rentes. Die natuurlijk enorm hard zijn gestegen sinds ja, begin 2022. Naar dus die 5,25 tot 5,5 procent. En de verwachting is nu dus dat we langzaamaan omlaag zullen gaan. Nou, de committee's dotplot of individual members expectations indicates another four cuts in 2025 or a full percentage point. Nou, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Die dotplot en wat er eigenlijk wordt verwacht door alle leden. Nou, verder als we even naar beneden scrollen. Quote, while the weather is still cold outside, the Fed has suggested a potential thawing of frozen high interest rates over the next few months. Dus ja, het is nog steeds koud, zoals ze aangeven. Er is nog steeds veel onzekerheid. Er zijn nog steeds heel veel dingen waar ze rekening mee moeten houden. Maar ze gaan nu toch waarschijnlijk die rentes verlagen, wat dus heel erg goed zou zijn. Nou, inflation eased over the past year. Daar zei Jerome Paul het volgende over. Quote... Inflation has eased from its highs. And this has come without a significant increase in unemployment. That's very good news. Ja, werkloosheid is nog steeds heel erg laag. Er is heel veel werkgelegenheid op het moment. Uh, ze zien dus wel wat druk op de economie, wat in principe prima is. Mede daardoor gaan ze rentes verlagen. Maar inflatie is flink gedaald, terwijl de economie nog steeds redelijk sterk is. Ze gaan alsnog rentes verlagen en dat is gewoon eigenlijk de perfecte scenario. Dat is eigenlijk een zogenaamde soft landing die ze al die tijd hebben willen creëren. En het ziet er nu echt naar uit dat we die ook misschien gaan krijgen. Dus geen heftige recessie, misschien zelfs helemaal geen recessie. Lagere inflatie, inflatie die naar de 2% gaat. En langzaamaan straks dus ook lagere rentes, terwijl het allemaal gebeurt. Wat dus heel erg moeilijk was om te bewerkstelligen. Maar het lijkt erop dat het inderdaad misschien gaat lukken. Nou, verder zien we hier beneden nog even uh, hoe ze die rentes hebben verhoogd gaandeweg. Dus in uh, maart 2022 0,25% verhoging, toen 0,5% in mei, toen 4 keer 0,75%, 0,5%, 0,25%, 0,25%, niet 0,25%. Nu de afgelopen paar keren ook geen renteverhogingen, hebben ze rentes gelijk gehouden en binnenkort dus waarschijnlijk renteverlagingen. Nou, zoals ik net al even had aangegeven, die dotplot dat is nog een hele belangrijke om even door te nemen. Want dit is nu de nieuwe dotplot. Dit is dus de dotplot van nou, december, die gisteren bekend is gemaakt. En al deze stipjes zijn eigenlijk verwachtingen van de leden van de FOMC. Nou, in 2023 rent dus 5,25 tot 5,5 procent. Dat is dus nou, precies waar we hier zo zitten. Als je het kan zien, is het misschien een beetje kleiner waar ik hier zo aan het tekenen ben. Maar dit zijn de verwachtingen nu voor 2024. Dus deze stipjes zijn allemaal renteverwachtingen van de leden van de FOMC. Nou, als we even gaan kijken naar de vorige dotsplot, deze is van september, dan zien we dat al die stipjes over het algemeen gewoon wat hoger zijn. De verwachting was toen dat rentes zo rond de 5% zouden zijn, 5 tot 5,25 misschien in 2024. Dit was dus in september, en dit is dus die van gisteren deze is lager. Nou, nog een keer, uh, dit is die van gisteren, december, september, december. dus allemaal over het algemeen wat lager. oftewel, nu geeft de Fed aan dat ze rentes uh, harder zullen verlagen, dat rentes lager zullen zijn in 2024 en in 2025 dan ze in uh, september hadden aangegeven. en dat is heel erg goed nieuws voor de beurs, want die lagere rentes die zorgen gewoon voor minder druk op de economie. Die zorgen ervoor dat het goedkoper wordt om geld te lenen. Die zorgen ervoor dat toekomstige waarderingen van aandelen meer waard worden. Dus zoals Warren Buffett heel vaak heeft aangegeven, die rentes zijn als het ware een soort van zwaartekracht op aandelen. Hoe hoger die rentes. Hoe lager aandelen, hoe lager rentes, hoe hoger aandelen gaan. En dit is dus heel erg goed nieuws voor aandelen. Nou, hier zien we nog een keer diezelfde dotplot met de verwachte renteverlagingen erbij. Dus een verwachte renteverlaging van 75 basispunten naar 2024, oftewel 0,75%. Dan 100 basispunten naar 2025 en dan 75 basispunten naar 2026. Oftewel, de verwachting is gewoon dat de komende jaren die rentes langzaamaan omlaag, omlaag en verder omlaag zullen blijven gaan. Nou, hier zien we december dus van gisteren, hier nog een keertje van september, was dus alles net wat hoger. Mediaan gezien hadden de leden voor 2024 in september 5,1% rente verwacht, voor 2024 dus. En 3,9% voor 2025. En nu in december, gisteren dus, is het allemaal wat gedaald. De leden hebben nu mediaan voor 2024 4,6% rente en 3,6% voor 2025. Oftewel, allemaal gewoon net wat lagere renteverwachtingen. Ja, en daar reageert de beurs gewoon heel erg goed op. Nou, ik heb dit er ook vaker bij gepakt, de FED Watch Tool. Met de verwachte rentes voor de komende meetings. Nou, de komende meeting van de FED is 31 januari 2024, zoals we hier kunnen zien. En nu is de verwachting dat er een kans van 81% is dat ze rentes gelijk zullen blijven houden. Dus 5,25% tot 5,5%. En een kans nu dus van 18,6% dat ze rentes met 0,25% dus zullen verlagen. Nou, dan hebben we de volgende meeting 20 maart. Is de kans weer net wat hoger dat ze omlaag zullen gaan in mei. Dan hebben we in 12 juni weer een meeting. 31 juli, 18 september, 7 november. En als we zo even gaan kijken naar die percentages. Nu wordt er dus verwacht dat er een kans van nou, 37,7% is dat rentes 4 tot 4,25% zullen zijn. Een kans van 34,9% dat rentes 3,75 tot 4% zullen zijn. En hoe lager die rentes, hoe beter in principe voor aandelen. Nou, we zijn er vrij diep op ingegaan. Maar in ieder geval verwachten Fed over het algemeen dus lagere inflatie voor 2024. De economie is nog steeds sterk. Maar hier en daar zien ze wat zwakte. En mede daardoor kunnen ze rentes verlagen. Wat dus toch uiteindelijk een soort soft landing kan creëren. En daarmee doet de vette ding eigenlijk wel heel erg goed. Uh, ze hebben een hele lastige taak gehad. Want ze uh, zagen natuurlijk heel erg veel inflatie. Nou, inflatie was gestegen. Als we naar de CPI-cijfers gaan kijken naar de ongeveer 9% in uh, juli van 2022. En wat ze wilden doen om die inflatie te verlagen, zijn dus die renteverhogingen geweest. Maar het lastige aan die renteverhogingen, is dat die inflatie natuurlijk nu gaande is. Maar dat die renteverhogingen. Pas effect hebben na misschien een half jaar tot een jaar. Pas na een jaar ongeveer zie je de effecten van die renteverhogingen terug in de economie. Dus er was heel veel inflatie. Ze zijn rentes gaan verhogen. Ze hebben rentes flink verhoogd, zelfs in een hele korte tijd. Maar die effecten daarvan zie je later. Nou, inflatie is flink gedaald. En nu moeten ze dus beslissen eigenlijk van: laten we die rentes heel erg hoog, rond de 5,25-5,5 procent. Uh, of gaan we ze al verlagen? Gaan we ze nog meer verhogen? Want als we ze nog meer gaan verhogen, zorgt dat voor meer druk op de economie. Wat ervoor kan zorgen dat we misschien te veel problemen krijgen. Dat we te veel werkloosheid krijgen. Dat we misschien zelfs op een gegeven moment deflatie gaan krijgen. Maar als ze te snel gaan verlagen, kan het er weer voor zorgen dat we weer inflatie krijgen. En weer andere problemen. Dus we moeten eigenlijk kijken naar wat er nu gaande is. En dan die rentes zo efficiënt mogelijk verhogen of verlagen. Terwijl die eigenlijk pas na een jaar ongeveer veel effect hebben. Dus ja, ze hebben een hele lastige taak gehad. Maar toch lijkt het erop dat ze het wel heel erg goed hebben gedaan. Want inflatie is flink gedaald. De economie doet het nog steeds redelijk. Al zien we hier en daar wel wat zwakte. Terwijl ze nu die rentes aan het verlagen zijn. En dat is eigenlijk een soft landing die ze hebben willen creëren. Dus ja, mede daardoor heel veel positiviteit op de beurs. Rentes zullen worden verlaagd is nu de verwachting. Aandelen zijn flink gestegen en wat nu? Moeten we nu onze strategie aanpassen? Ga ik mijn strategie aanpassen? Ga ik nu andere aandelen kopen die meer profiteren van renteverlagingen? Denk aan bijvoorbeeld bepaalde REITs of denk aan bepaalde afgestrafte groeiaandelen die kunnen profiteren van renteverlagingen. Denk aan bijvoorbeeld een Enphase in de zonnepanelen of in de energiesector of misschien aan een Alve. Een Enphase is vandaag gewoon weer met 11% gestegen. Alve gaat ook echt als een trein nu weer met 7% gestegen. Nee, ik uh, ga eigenlijk niks bijzonders doen. Ik blijf me gewoon nog steeds aan mijn plan houden. Ik heb toch vrij veel aandelen die zeker zouden profiteren van renteverlagingen. En ik blijf gewoon nog steeds investeren in aandelen waarvan ik denk dat het hele mooie zijn voor de lange termijn. Ja, als we meer renteverlagingen gaan krijgen, misschien zelfs nog meer dan die verwachte drie, want je weet nooit precies wat er gaat gebeuren. Zelfs de Fed weet niet precies wat ze zullen doen in 2024. Want het hangt heel erg af van de economie, van inflatie, van allerlei andere factoren waar je ook niet echt invloed op hebt. Maar het zou kunnen dat sommige aandelen daar echt wel flink van zouden kunnen profiteren. Maar ik blijf me gewoon aan mijn plan houden, want dat is ook allemaal niet heel makkelijk te voorspellen natuurlijk. Nou Vandaag ook een hele mooie dag voor mij met bepaalde aandelen. Een uh, nou, Warner Bros. Discovery met meer dan 5% gestegen, Pool Corporation met 8% gestegen. Tesla ook weer netjes gestegen. Ik denk dat Tesla ook weer zo'n typisch aandeel is dat flink zou profiteren van renteverlagingen. Nou, de toekomstige waarde van Tesla zou al veel hoger zijn, omdat ze natuurlijk heel erg hard groeien. Hoe lager rentes, hoe makkelijker het wordt om nou ja, Tesla-auto's te kopen met een lening, omdat de rentes gewoon lager zullen zijn. Er zijn heel veel redenen waardoor Tesla zou profiteren van renteverlagingen en ik heb zo al een aantal aandelen die flink zouden profiteren van renteverlagingen. Dus ik blijf me ook gewoon nog steeds aan mijn plan houden. En ja, het is feest op de beurs. Aandelen zijn flink gestegen. Inflatie gaat al een tijdje de goede kant op. Nu geeft de Fed ook nog eens aan dat ze eerder rente zullen verlagen. Ja, en aandelen schieten omhoog. Sommige aandelen naar all-time highs, de Dow Jones naar een all-time high. De Russell 2000 met heel veel small caps schiet ook flink omhoog de laatste paar weken al. S&P 500 richting een all-time high. Allemaal helemaal prima, maar één hele grote maar. Aandelen zijn flink gestegen. Er is heel veel positiviteit, maar laten we even terug in de tijd gaan. Laten we even een jaar terug in de tijd gaan toen aandelen hier flink waren gedaald. Een jaar geleden was er heel erg veel negativiteit. Over het algemeen was een jaar geleden de verwachting dat aandelen nog meer zouden zakken, want er was heel veel negativiteit. Inflatie was heel erg hoog. Er zaten hele donkere tijden aan te komen. We zouden een flinke recessie krijgen. Aandelen waren nog steeds veel te hoog gewaardeerd. Aandelen moesten zeker nog eens 10, 20, 30 procent zakken. Sommigen hadden het over de Great Reset. Dalingen van 50%, van 80%. Je hoorde echt van alles en nog wat voorbij komen. Wall Street die had ook hele negatieve verwachtingen voor 2023. Terwijl dat natuurlijk hele mooie komomenten waren. Nu achteraf gezien, een jaar later. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment, misschien nou, hier zo of hier zo ergens, had aangegeven dat we misschien wel de bodem hadden gezien. En ik werd door sommigen echt voor gek verklaard, want er was nog zoveel negativiteit. Aandelen moesten zeker nog eens naar nieuwe lows gaan. Aandelen moesten flink zakken. En dit was zeker niet de low. Ik had het erover dat de bull market misschien wel was begonnen. Nee, de bull market is zeker niet begonnen. Terwijl ik aangaf dat die misschien was begonnen, ik was er zelf natuurlijk ook niet zeker van. Maar er was in ieder geval heel veel negativiteit. Zelfs toen we al wat waren gestegen, was er nog steeds negativiteit. Nou, nu zijn aandelen enorm hard gestegen. De SPF 100 is nu in 2023 met zo'n 23% gestegen. Echt een heel hoog rendement natuurlijk. Maar nu, nu dat aandelen zijn gestegen, nu dat er misschien heel veel positiviteit is, nu is het misschien juist het moment om wat voorzichtiger te zijn. Want ja, ik weet het, er is heel veel positiviteit. Die renteverlagingen zouden ervoor kunnen zorgen dat aandelen nog meer gaan stijgen. Ja, heel veel dingen gaan de goede kant op. Maar als het het geval is, als er heel veel positiviteit is, dan wordt vaak die positiviteit ook ingeprijsd en verwacht. En als het misgaat, als we misschien toch een spijk krijgen in inflatie, of als de VET misschien rentes later gaat verlagen... Of als er iets gaat gebeuren wat er nu niet wordt verwacht, terwijl er nu natuurlijk heel veel goeds ingeprijsd zit, dan zou de beurs natuurlijk ook flink kunnen zakken. En ook al heeft bijna niemand het daarover, omdat er heel veel positiviteit is, omdat aandelen aan het stijgen zijn, nu is denk ik juist het moment om wat voorzichtiger te zijn. En dan hoop ik natuurlijk weer dat het een leuk en interessant filmpje was. Ik ben blij voor mezelf echt waarderen. Ja, het is feest op de beurs. Natuurlijk hartstikke leuk voor iedereen die long zit. Zeker in bepaalde aandelen die echt enorm hard zijn gestegen. Maar alsnog, ik denk dat het beter is om wat voorzichtiger te zijn. Omdat aandelen flink zijn gestegen en omdat waarderingen wat hoger zijn. Dat betekent niet dat ik nu meteen al mijn aandelen ga verkopen of dat ik short ga of iets geks ga doen. Nee, zeker niet. Maar ik ben gewoon wat voorzichtiger. Waar ik een jaar geleden heel veel afgestrafte groeiaandelen wilde bijkopen. Een Microsoft, een Salesforce, een Amazon, een Tesla, ga zo maar door. Die het echt heel goed hebben gedaan. Ben ik nu wat terughoudender met die aandelen. Ben ik zelfs hier en daar wat winst aan het nemen. En ben ik meer stabiliteit aan het toevoegen. En wat meer dividendaandelen. En misschien wat small caps aan het toevoegen. Nou, daar zal ik ook nog meer filmpjes over maken. En dan zou ik weer zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer weer. En laters.